Op zaterdag 10 maart vond in Tiliander het benefietconcert voor de Wensambulance Brabant plaats. Wensambulance Brabant verzorgt met 175 vrijwilligers ruim 500 wensen per jaar voor terminaal zieke mensen. De bedoeling was om met deze avond een mooi bedrag bij elkaar te krijgen en te werken aan meer naamsbekendheid. Ongeveer 375 gasten konden genieten van optredens van ruim 75 muzikanten, waaronder de Oosterwijkse parelmuzikanten, het Tilburgse koor Ratjetoe Back in Time, Brass Band Rhythmic, en zanger Bartolo. Gastheer Rini Kouwenberg presenteerde de avond. Burgemeester Hans Jansen waardeerde het werk van de vrijwilligers van de Wensambulance en de grote opkomst van het benefietconcert. Laat eerlijk zijn, de samenleving draait alleen maar met mensen als Dion en al die andere 99 mensen die dit vanavond mee organiseren. En de samenleving draait natuurlijk ook met de patiënten en met die andere mensen weer die het mogelijk maken dat in Brabant die 4 wensambulances rijden. Een aantal vertegenwoordigers van alle vrijwilligers is nog eens extra in het zonnetje gezet met een dikke bos bloemen. Prijzen van lokale sponsoren zijn later op de avond verloot door Wim Daniels, ambassadeur van de Wensambulance. Schilderijen om thuis aan de muur te hangen van Kees Bergman. Hoofdorganisator Dion Schepens kon de opbrengst van de avond bekendmaken. Die had van de trompetter echt wel. En die kan... Kijk eens. Heel mooi zeg. €8565. Ja. Een groot succes dus.